ik ga het jullie uitleggen, nou komt het. Na ruim 1,5 uur en 3 tot 8 minuten wachten in een auto met alleen maar regen, regen, regen op de voorruit, kwam er dus iemand aan op de parkeerplaats. Die zette zijn auto er neer. Ik denk mooi, dan zal het zo wel stoppen. Die ging dus na ruim 1,5 uur ging die weg. Toen kwam er een vrouwtje aan. Die zette zijn auto ook op de parkeerplaats naast mijn auto neer. Ik denk, nou, die zal wel wachten tot de regen voorbij is. En dan gaat ze door het bos lopen. Je raadt het al, die reden ze ook weg. En na ruim 1,5 uur wachten reden wij ook weg. En we reden nog geen 850 meter ver. Toen stopte het met regenen. Konden we teruggaan naar de parkeerplaats. Dan zijn we uitgekomen bij dit bos. Ik weet niet hoe lang het droog blijft. Waarschijnlijk niet al te lang. Maar we gaan dan toch nog een vlog maken. Kijk even hoe dit bos eruit ziet. Kijk even naar het verschil en naar de structuur. En vooral naar de kamo die hier is. Het is een mix van allerlei verschillende soorten. Want je ziet het is nog nat van de regen. Je hebt hier een soort van beschutting. Dit loopt hoog op, zeg maar. Dan heb je daar een aantal dode bomen. Met heel erg vers groen eigenlijk aan alle kanten. We gaan het even via Google Earth bekijken. We hebben de coördinaten even genoteerd. Hoe ver dit loopt. Maar wat mij opvalt is dat dit allemaal jonge aanplant is. En over een jaar is dit natuurlijk veel hoger. Maar nu, dit is zeker nog niet alles. Want na de regen is het allemaal heel super mooi groen geworden in het bos. Kijk even naar die rand hier, die naar achter lopen en de mist en de nevel die opstijgt. Pal daarnaast heb je een soort van mixbos, wat er dus zo uitziet met een groene plek en ook alleen maar beschutting. Dit is dus de bovenkant. Ik hoop niet dat de camera nu nat is, nee. Dan gaan we hier eventjes kijken naar dit stuk, want je hebt hier een ingang. En als je daar naar binnen loopt, even het natte takje wegdoen, uitkijken voor de druppels, dan heb je hier een soort van vierkante plek met hele hoge varens en beschut bos wat hopelijk heel ver naar achter loopt. Dat weten we niet, daar gaan we nog achter komen via de coördinaat. Dit is dus de beschutting waar we dus tegenaan zitten. En of dat nog niet alles is, na de regen zijn de varens opeens veel strakker en dichter bij elkaar gaan staan. En de beschutting is echt enorm geworden. Maar nu, we gaan er even uit. Zo, we hebben hele natte kleren gekregen, alleen maar van dit kleine stukje al. We gaan heel even kijken. Ja hoor, kijk. Dit is beschutting, maar, nou komt het. Je hebt er een ingang. En ik weet niet of de camera dat kan pakken. Dan heb je daar heel erg verscholen bos. Ik hoop dat ik ongeveer goed inzoom. Beschutting. Bosbessen. En, kijk goed, weer een open plek. Kijk even hier, let op. Al het water. Of dat nog niet genoeg is, is het een mixrand van eigenlijk alles door elkaar heen. Na deze regenbui wordt dit natuurlijk over 2-3 dagen nog veel dichter. En is waarschijnlijk die... wat is dat? Oei, wacht even. Ik ben hier niet alleen. Ik weet niet of de camera dat gepakt heeft. Ik hoorde het geknor van een zwijn, zo hoorde ik. En het kwam... Dat is heel moeilijk te peilen. Het kwam waarschijnlijk daar vandaan. Waar ik net gestaan heb, daar stond ik zo net. En daar kwam het geluid vandaan. En het is nu stil, maar het verschuilt zich blijkbaar in die dekking. Ik heb het... Wat is dat wat daaronder ligt? Oh, een tak. Jezus, ik denk daar ligt gewoon een zwijn.
Ik denk, dan heb ik heel veel geluk gehad dat ik hem wakker gemaakt heb. Nou hoop ik dat hij hier het bos in gegaan is. Oh, want zo'n geluids... zat ik eigenlijk niet op de war. Ik hoop dat de camera dat gepakt heeft. Ik denk het niet, want op het moment dat ik hoorde was ik aan het praten. Goed, we gaan even verder. Want wat ik jullie wou laten zien... is namelijk ook... dit gedeelte. Want je hebt daar... heeft iemand een kerstboom neergedropt. Een hele vette rand. Een kamelrand. En dit zit hiervoor. Maar wat mij opvalt is daarachter, die bomen, die verdwijnen ook in een soort van kamelgedeelte. En dan zul je denken van, de kamel houdt op. Dat dachten wij ook. Maar de kamel wordt nog steeds erger. Let even op. Je ziet hier een beetje van mistbanken. En dat komt omdat het net geregend heeft. Kijk even naar dit shot. Dat gedeelte daar. Dat is op zich interessant. Het wordt heel mistig hier door de regen. Hier lag vroeger een zandbult met een bepaald flesje met inhoud erin. Dat hebben ze nu weggehaald en helemaal schoongemaakt blijkbaar. Dat heeft er ook een hele poos gelegen. Kijk even naar de kamer. Dat is wel heel mooi. Maar nu komt het. Over superdichte kamel gesproken. Kijk goed. En dit is zeker geen klein stuk. Want als ik hier op mijn hurken ga zitten, dan is het echt, ik denk, 3 meter naar binnen en je bent al niet zichtbaar meer. Ik ga de kamer rond eens eventjes op beeld zetten. Ik weet natuurlijk niet wat dit allemaal is. Er ligt hout in. Ik zal het dus thuis even opmeten hoeveel meter deze kamerrand is. Want dat is wel interessant. Oeh, wacht. Kijk. En vooral de mix van allerlei verschillende bomen door elkaar. Berk, dit en eigenlijk van alles wat eigenlijk. En kijk hier. Dit is er ook. Kijk goed. Kijk naar die dichtheid. Dit ziet er echt heel mooi uit. Het is gewoon letterlijk 3 meter naar binnen. En je bent niet zichtbaar meer. Oh, kijk. Hier heb je een soort diereningang. Kijk even, als ik hier met de camera naar binnen ga, dan is het daar helemaal zwart binnen. En kijk even naar die hoogte, want dat is ook wel interessant. Als we de camera omdraaien, dan heb je hier varens. Ja, dat is volgens mij ook oneindig, want dat loopt helemaal diep het bos in. Met van dit soort bomen. En een beschutte onderrand. Die zo beschut is dat, ja, wat zou ik dan zeggen, de camera pakt het wel. Maar je kan dus letterlijk 4 meter naar binnen kijken. En vooral dit gedeelte, de camera doet het ontzettend licht maken, is gewoon eigenlijk letterlijk, achter dit takje is het gewoon 1 donkere zooi. Hier groeit iets heel kleins. Hier staat iets wat ze er neergedumpt hebben, zo te zien. Ja. En kijk even hier. Naar deze beschutting en vooral, kijk dit. Dit is een hele mooie mix van eigenlijk alles door elkaar heen.
Nu ben ik heel erg benieuwd hoeveel meter dit naar achter loopt. Kijk dit hier. En kijk even naar boven. Hoe hoog het is. Dat ziet er al super uit. En als ze dan heel iets verder lopen, dan stopt het eigenlijk hier bij deze twee bomen. En dan krijg je eigenlijk dat hele donkere gedeelte. Waar we nog niet van weten hoe diep dit naar binnen loopt. Ik heb heel sterk het vermoeden dat hierachter gewoon geen pad is. Maar daar gaan we dus achter komen. Want wij gaan het even verkennen. Dus straks toen wij de auto ergens neergezet hebben, bij een parkeerplaats, toen waren we ongeveer nog geen 30 meter aan het lopen. En toen zagen we al een heel erg mooi stuk waarvan de kamo eigenlijk nog beter is als dit. Dat houden we ook even in de gaten, want dat loopt rond helemaal. Dat is wel interessant. Ik schrijf iets onder de video wat jullie van de kamo vonden. Ik vond het wel mooi. Maar nu gaan we heel even kijken. Mijn GPS geeft aan dat we zo straks bij een verhard pad uitkomen. Hier staan twee joekers van bomen. En hier zit een... Dat meen je niet, het gaat omweren. Nee, we zijn op een van de hogere punten. Oké, ik ga de video even beëindigen. Want waarschijnlijk komt het front regen de tweede keer naar ons toe. En daar zijn we dus niet blij mee.